Arno Boucher is een doodgewone jongeman, Fransman, van 25 jaar oud. Vader! Vader! Wat is er, zoon? Het rebel van het Franse koningshuis is aangekomen. Wat is dat? Je weet toch dat ik niet kan lezen? Pa, we moeten deze naar de advocaat brengen. Welke advocaat? Heb je een nieuwe advocaat? Robespierre of zoiets? Ja? Gaan we dan meer uit van krijgen? Dit is niet te geloven. Dit is gewoonweg echt een schande. Maar wat staat er dan? Echt iets verschrikkelijk. Zeg het dan. Ja, ik krijg het niet over mijn woorden. Zwijg een ogenblik. Maar zeg het dan. Ja, zeg het dan. Maar zeg het dan. Onze kroonprins. Wat? Ja, wat? Hij gaat trouwen. Met wie? Met wie? Met een Autriche. Maar nee. 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 Toch geen Autriche. Ja, nee. Met een Autriche, een Oostenrijkse, dat kunnen wij niet geloven. Met een Russische tsarin of een Spaanse del, dat kan nog wel. Maar toch niet met een Autriche. En toch staat het hier, helemaal van boven, schoon geschreven in het groot en in het vet. Marie Antoinette. De dochter van keizerin Marie-Thérèse, de grote hertogin Marie Antoinette. Staat al jaren in de sterren geschreven. Een Fransman woont hier, een Oostenrijkse daar. Tezamen, dat werkt niet, dat kan niet, dat is vervloekt. Dat is verschrikkelijk raar. Met een Oostenrijkse valt niet te leven. Groot gelijk, Fransman, dat willen wij hier niet zien. Want wat willen wij hier niet zien? Geen Oostenrijkse trip. Ja, en toch zal het zo zijn, staat in alle krantenkoppen. Schoon geschreven, niet groot en niet vet. Marie Antoinette. Van keizerin Marie-Thérèse, de grote hertogin Marie Antoinette. Met een Autriche, een Oostenrijkse, dat kunnen wij niet geloven. Met een Russische tsarin of een Spaanse hel, dat kan nog wel. Maar toch niet met een Autriche. Het wordt niets met die Autriche. Goedendag, ik ben Fons de Patroon. Wie bent u? Goedendag, ik ben graaf von Verse. Ik kom helemaal vanuit Zweden om de inhuldiging van de koningin bij te wonen. En het vorstenhuis van Zweden zendt haar zijn groeten. Amai, kunnen ze door niemand anders van stijl versturen. Allee, ga maar bij de rest staan. Ah, dag meneer. Ik had nooit gedacht dat ze ooit koningin zou worden. Die Louis XV bleef maar op zijn troon zitten. Die Franse adel die wordt vrij oud, hè. Daarom dat hij blijft zitten. Maar hij is nu toch eindelijk dood. Allee, wat? De Franse adel die wordt nu eenmaal oud. De burgerij en het gewone volk die sterven voor hun 30ste levensjaar. Maar dat is normaal, hè, want ze hebben geen eten. Maar goed, waar zijn mijn manieren? Maximilien de Robespierre. Ah, uw reputatie gaat u vooruit. U bent de beste advocaat van Frankrijk. Oh, de beste. Dank u. Maar ik ken u niet. Wie bent u? Ah, ik ben Axel von Verse vanuit Zweden, de graaf. Ah, welkom graaf Axel von Verse. Welkom in la douce France. De revolutie is onvermijdbaar. Versteende wetten zijn nu plots aan flarden gescheurd. Achtergelaten door die opgeblazen ijdeltuiten. Het onwaarschijnlijke is nu gebeurd. Burgers van Parijs, grijp je kans en kom naar buiten. De poppen zijn nu aan het dansen. Ons moment van glorie komt dichterbij. De ultieme ongeremdheid ligt nu in de strijd. Het verlangen naar gelijkheid en absolute vrijheid. Revolutionaire, het is niet langer zij maar wij. Burgers aan de macht, nieuwe wetten gaan vandaag van kracht. Ja, de poppen zijn al aan het dansen. Gooi al die privileges overboord. Geen onderdanigheid meer bij de Fransen.
aan Versailles bieden wij wederwoord. En wie mag vrezen voor haar geld en al haar bezit, dat is Madame Déficit, Madame Déficit. De poppen zijn al aan het dansen, nieuwe wetten gaan vandaag van kracht. Broederschap eerst onder Fransen, want het Franse volk komt aan de macht. Ja, de poppen zijn al aan het dansen, gooi al die privileges overboord. Geen onderdanigheid meer bij de Fransen, aan Versailles bieden wij wederwoord. De lijst van 265 koppen die moeten rollen. Ja. En weet je wie bovenaan staat? Nee. Marie-Antoinette, huh? La Reine de la France. Maar weet je wat? Jij moet eerst korte metten maken met die graaf daar, uit Zweden. Wat is zijn naam weer? Von Verse. Dat is zijn naam. Von Verse? Ja. Von Verse, is dat niet die man die rond Marie-Antoinette hangt. Ja, ja. Zoals een vlieg rond een rotte appel. Ja, ja, zeker. Ja. Ik zou het zelf niet beter kunnen verwoorden, Arno. Een vlieg rond een rotte appel. Von Verse is een vieze vlieg. En Marie-Antoinette, onze koningin, dat is de vieze rotte appel waar rond dat die vlieg draait. Blech. Je ziet hier de lijst. Ik wil dat jij hem voor mij opruimt. Kies eender welke manier, als hij maar weg is tegen dat de revolutie begint. Ja. Is hem vermoorden niet een beetje overdreven? We kunnen hem ook opsluiten. Opsluiten? Nee, daar wil ik niet van weten. Je hebt altijd royalisten en die zullen hem dan bevrijden en... Nee. Dood is weg. Dan zijn we er ineens vanaf en dan kan ik hem van de lijst afschrapen. Ja. Denk eraan.
slaap er nog een nachtje over. En ga morgen vooruit. Oké. Dan zal ik het doen. Ik doe het er op de spier. Tot morgen. Goed, jongen. Ik wist dat ik op je kon rekenen. Salut! Morgen! Stomme imbecil, die kan je toch echt alles wijs maken, hè? Morgen rekent hij af met die bemoeizuchtige Von Verse. En dan blijft er niemand meer over om mij in de weg te staan. Maximilien de Robespierre, president van de Franse Republiek. De volgende ochtend wou Arno te vertrekken om Von Verse te vermoorden. Maar zijn vader wist direct... Wat wist hem Gerard? Wat hij van plan was. Hela, wat ga jij doen? En zo vroeg smergens met al die wapens. Nu niet, pa. Ik heb een belangrijk vloes te klaren. Ik moet vertrekken. Stil zijn, ons Charles slaapt nog. Als je het echt wilt weten, ik ga naar hotel Lavashkiri. Lavashkiri? Zitten daar die diplomaten in van Engeland en van Spanje en van Groot-Brittannië daar? Wat dan? Nou, je gaat om 7:00 morgens naar een hotel vol met diplomaten, met allemaal wapens bij. Wie ga jij kapot maken? Niet dat het zaken zijn, hè? Maar Von Verse moet dood. Ja, en wat gaat je nou misdaan? Nee, niks, maar het Franse volk wel. Het Franse volk? Hoor ik daar Arno of Robespierre? Het gaat over hogere idealen. Ja. Maar Robespierre heeft mij de opdracht gegeven. Waarom zou jij die advocaat vertrouwen? Jij brengt voor te veel tijd met die gasten. Dat is een terrorist. Ja, je hebt gelijk. Maar soms overdrijft hij soms. Maar nu moet ik naar Versailles. Weet je wat? Ik ga mee. Weet je wat? Ik ga mee. Maar wat gaan ze dat opleveren? Een doek en een ging? Of een graaf? Wat? Dat gaan we toch niet meer eten van hem, zeker? Doe niet aan moord, son. Als je daarmee begint, ja, dat stopt dan nooit niet. Een moeder zal dat toch ook niet willen hebben, hè? Is hè, Fons? Deze zijn strategisch wakkerplaatsen aan het paleis van Versailles. Binnen de paar minuten is dat overlopen. De lijfwachten staan aan onze zijde. Wanneer vertrekken we? Ik wacht al jaren om die smeerlap te pakken. Geduld, Fons, geduld. Het zal spoedig genoeg tijd zijn. Wees een geduldige patroon. Gedraag je onopvallend als een royalist of zo. Spoedig genoeg is het aan ons. Kom eens, Pierre! Kom eens, Pierre! Ja, Arno, wat is het? Ik doe het niet. Hoe, jij doet het niet? Nee, ik wil geen moord op me geweten. Oké, dan. Mijn vader heeft gezegd dat dat slecht is. Doe het niet. Ja, kan er wel in komen natuurlijk. Goed dan, ga dan maar eten voor de soldaten zoeken. De revolutie wordt al zwaar genoeg. Ja. Fons, meekomen. We gaan zelf met die bemoeizuchtige vader afrekenen. Dat wordt tijd, dat is juist wat ik wil horen, zeg. Goeiedag, meneer Boucher. Ik ga hier meteen met de deur in huis vallen. Uw zoon zou mij goed in de revolutie kunnen dienen. Ik heb een schaakspel gemaakt om de koningin en iedereen uit te schaken. Maar uw zoon is een goede pion. Maar u, meneer, bent een weerstandige pion. En die kunnen natuurlijk niet blijven staan op het schaakbord, hè. Die moeten uitgeschaakt worden. Hoe en dan? Ga jij mij hier een zitten bedreigen in mijn eigen oos, advocaatje? Nee, zo ben ik niet. Patroon, geweer alstublieft. Zeg, zot, wat ga jij doen? Schiet maar en goed mikken. Arno, Charlotje! Weerstandige pion, vaarwel! Papa! Voilà, dit kan nog van pas komen als we Von Verse gaan doden. Maar hoe kan je dat nu aan Arno uitleggen? Arno is in mijn macht. Ik zal het wel op de soldaten van de koningin steken. Hij zal nooit iets vermoeden, of hij nu wil of niet. Arnold zal de revolutie ingesleurd worden. Oh, jij zit er een intelligente dat jij nog geen patroon zit geworden. Het plan van Robespierre lijkt te werken.
Arno gelooft alles. Het verdikt executie. De staat, mijn ziel, de Franse staat staat recht. Ik vecht oprecht voor broederschap en vrijheid. Mijn hart, mijn ziel, mijn woedend hart dat leidt. Ik strijd en bevrijd, ik wil wetten voor gelijkheid. De macht nu aan het volk, geen onderdanigheid meer. Vechten voor meer rechten, een koningin nooit meer. Madame de gezicht mag sterven. Genoeg betaald, genoeg geknield voor haar, genoeg gebeurd. Ze heeft ons zoveel jaren onderdrukt. Laat haar in Roma lijden. De staat, mijn ziel, de Franse staat staat recht. Ik vecht oprecht voor broederschap en vrijheid. Mijn hart, mijn ziel, mijn woedend hart dat leidt. Ik strijd en bevrijd voor wetten, voor gelijkheid. De macht nu aan het volk in onderdanigheid meer. Van adellijk gezag, ik lach, mijn vlag, symbool van onze vrijheid. Dit volk verdwaast, haar leidt hier nu tot moord. Gestoord, ontwoord, hysterisch zonder wijsheid. Het volk is nu de stem, een stem besmeurd met bloed. De adel wordt vertrappeld, ik wou van wat u doet. Madame de gezicht mag sterven. Is je story van het land bij Antoinette? Verlos ons van die adellijke smet. Waarom laten zij haar lijden? Ons land, ons wet van adellijk gezag. Ik lach, mijn vlag, symbool van onze vrijheid. Mijn hart, mijn ziel, mijn woedend hart dat leidt. Ik strijd en bevrijd, wil wetten voor gelijkheid. Het volk is nu de stem, geen onderdanigheid meer. De adel wordt verdrappeld, een koningin nooit meer. Madame de vizier mag sterven. Met die of is mijn story van het land weg van toilet. Verlos ons van die adellijke smet. Laat haar nu om haar lijden. Pierre en Arno krijgen wat ze willen. Hier is je eten. Ga je altijd gemeen doen als je me ziet? Hè? Ik zit al in een donkere kamer en ik heb hier niks om te eten, enkel brood. Je verdient een loonrijke stinkert. Jullie zwemmen in het geld. Ik walg van je. En ik van jullie. Moord, verderf en terreur, dat is wat dat jullie in het land zaaien. En de moord van de koning en de koningin. Het was geen moord. Het was rechtvaardigheid. Rechtvaardigheid in uw hol. Is het soms rechtvaardig dat je vader stierf op de dag dat hij mij wou vermoorden? Hoe weet jij dat nu? Ik heb zo mijn bronnen die mij zo nu en dan iets interessant vertellen. Ja, er wordt wel eens geroddeld in de gevangenis. Ik heb gehoord dat de soldaten meneer Boucher hebben vermoord in uw huis. Klopt dat? Ja, hou er nu over op. Je denkt toch niet dat de soldaten van het koningshuis uw vader hebben vermoord? Denk nu eens na, Arno. Ja, ik weet dat je een goede man bent, maar je moet die advocaat niet geloven. Dat is een gemeenerik.
En weet je wat hij wil? Hij wil consul worden. Ja, dat wil hij. De moord op uw vader heb nog ik, nog de koning bekokstoofd. Nee, ik denk dat er iemand tegen uw vader is. Maar wie is er nu tegen uw vader? Van wat ik heb gehoord, is hij een hele aardige man. Wie denk jij wie hem vermoord heeft? Van wat ik heb gehoord, Robespierre. Robespierre! Axel von Fersen kan doordringen tot Arno Boucher. Arno laat von Fersen vrij en besluit Robespierre te confronteren. Confronteren, Gerard. Robespierre, is het waar dat jij mijn vader vermoord hebt? Ja, geef maar toe. Jij bent de oorzaak van alle ellende. Wat doet die troll uit zijn cel? Ja, die van Zweden. Ja, en wat bazel jij nu allemaal? Geef maar toe, Robespierre. Jij bent de oorzaak van alle ellende, niet het koningshuis. Welk koningshuis? Die zijn allemaal dood. Als ik jou was, ik zou maar snel terug naar Zweden rennen. Ja, IKEA-kastjes zagen. Ik zou zoiets toch nooit doen, Arno? Ik toch niet, je vriend. Maximilien Robespierre. Ik weet het niet meer. Ik vertrouw u niet meer. Iedereen heeft honger in Parijs. En dit is zeker niet de oplossing. Dit is genoeg geweest. Met waard, Fons. Zullen we dat wel echt doen? Ik moet korte metten maken met bepaalde mensen. Net zoals je vader, Arnootje. Ja, die Zweedse rotzak heeft gelijk. Wij hebben hem koud gemaakt. En als je één boucher kunt dooddoen, kunnen we er ook twee dooddoen, hè? Of drie. Je broerke komt er ook nog wel aan. Ga maar opzij, paljaske. Wat gaan we nu doen? Jij bent gek, Robespierre. Ben ik gek? En wat ga je doen tegen die gek? Oh. Ga opzij, mannen. De winnaar heeft het recht om de verliezende kant af te maken. Oog in oog met de vijand, hier heb ik lang op gewacht. Jouw gezag is voorbij, want wij breken nu jouw macht. Zie hem staan, stuk pretentie, ik veracht jou. Als ik zo'n slappe vent zie, dan word ik echt niet goed. Oog in oog, twee rivalen. Onvermoeibaar en bereid om de prijs te betalen voor het winnen van de strijd. Oog in oog, twee rivalen, en dat is er niet te veel. Het is tijd om te bepalen wie verlaat nu het die slang. Naar dit grote afscheidsfeest verlang ik al zo lang. Jij hebt nu mijn lot in handen, wees een man en dood me snel. Maar je staat te klappertanden en je been haast uit je vel. Hoog in hoog, twee die palen, onvermoeibaar en bereid om de prijs te betalen voor het winnen van de strijd. Oh, you know.
Oei, Robespierre is dood. Wat nu? Ik vlucht. Een duel tot de dood. In een bloedstollend gevecht dood Arno Robespierre. Robespierre, de gekkenadvocaat, is er niet meer. Maar Arno weet niet wat hij verder moet doen met het land. Graaf van Verze, wat moet ik nu doen? Je hebt gedaan wat je kon. Neem je broer en we zullen naar Zweden gaan. Het land moet wel heropgebouwd worden, maar dat is niet onze zorg. Waar gaan we heen? Is Parijs niet goed genoeg? Nee, we gaan naar Stockholm. Ik heb het toch niet? We gaan naar Stockholm. Je gaat Stockholm geweldig vinden. We kunnen daar winkelen in de IKEA, Billies bouwen, Volvos bekijken. Wacht! Kom. Wat heb jij gedaan? En zo vertrokken zij naar Zweden. Von Fersen zal jaren later sterven tijdens een aanslag. En wat de Bouchers betreft, Arno en Charlotje zijn nooit nog teruggezien. Zeg, is dat hier nu gedaan, want ons Madeleine heeft visjes gebakken, hè? Ja, ja, Gerard. Ga maar terug naar huis, ja. Hè. Zij bedankt, hè. Ja. Yeah. Hey.